We staan hier op de proefboerderij Rusthoef in Koningsplaat, waar we elk jaar traditioneel eigenlijk de laatste donderdag van augustus de uiendag houden. We zien de laatste jaren natuurlijk behoorlijke toename van de trips. De laatste 5 jaar met name. Ligt dat nou aan een veranderend klimaat? Krijgen we te maken met hogere temperaturen, waardoor we andere insecten krijgen? Ja, dat denken wij wel. Vorig jaar, 2018, was het eigenlijk wat dat betreft een behoorlijk rampjaar. Een hele lange, droge periode. Heeft dat in sommige gevallen wel 50% opbrengst gekost. En ja, het lijkt er toch wel op dat we de komende jaren daar echt wel steeds meer aandacht aan moeten gaan schenken. Want dat een steeds terugkerend probleem is. Kijken welke middelen er eventueel zijn, plantversterkers en dat soort zaken. Om te kijken of we dat probleem van die tripsen te kunnen verminderen. En vandaag dus daarom ook behoorlijk aandacht aan hoe kunnen we in een veranderend klimaat toch ervoor zorgen om die uien aan de groei te krijgen. Daarbij kan je denken aan de bodem. We hebben hier ook demonstratie over verlaging van de bodemverdichting, beregening, druppelirrigatie, bladversterkers, noem het allemaal maar op. Maar daarnaast ook aandacht voor spuittechniek, waarbij we moeten proberen met een betere bedekking, met een betere spuittechniek, dat die trips aan te pakken. De middelen die gebruikt worden voor trips zijn insecticiden. Ja, die insecticiden staan best onder druk. Dat betekent dus dat we moeten kijken hoe we dat nou het beste kunnen toepassen voor bedekking. Maar anderzijds ook, de middelen die tegenwoordig toegelaten worden, die worden met een bepaalde restrictie toegelaten. Met een bepaalde driftreductie spuiten. Dat betekent dat het druppeltje waar die insecticide in zit, dat die niet meer mag wegwaaien. En er zijn een aantal middelen die in de nagenoeg een al hoogste categorie van driftreductie valt. En die willen we graag als teler gebruiken. Maar als je gewoon conventionele spuittechniek hebt, mogen die middelen niet meer gespoten worden. En ook daar hebben wij aandacht voor van welke technieken dat dan wel zouden kunnen zijn. En er staan hier voorbeelden van nieuwe technieken, spuitmachines, waarin we dat ook tonen. Onder andere magnetiseren, vloeistof, wingsprayers, waves, dat soort technieken. Pulserend spuiten, dus met elektronica, ja, dat is hier vandaag allemaal te zien. We hebben dus meer last van trips. Dat betekent dat we hem ook beter in de gaten moeten houden, dus meer moeten monitoren, kijken welke tripsen er nou zitten. En je hebt natuurlijk de jonge tripsen, de larven, maar je hebt ook de volwassen tripsen. Als je dan gaat kijken in je gewas en monitort, ja, welke zitten daar nou en welk middel moet ik daar nou het beste inzetten? Dus monitoren om te kijken waar je voor spuit, wordt in de toekomst vele malen belangrijker. Waar we in de toekomst ook aan het kijken zijn is, kunnen we met bepaalde banen in je uienperceel, bijvoorbeeld net als Phacelia is zo'n kruid, kunnen we daar op een natuurlijke wijze ook ervoor zorgen dat de trips minder erg zal worden.